dan ziet u dat er weer onder de bojaren een stemming wordt gehouden. Wie gaat een nieuwe tsaar worden? En natuurlijk weer die Nederlanders. En ik ga drie namen noemen, omdat die bepalend zijn voor Peters jeugd. Eén meneer is Gerrit Kist uit Zaandam. Mijn heer, wat ik zo lang heb gewenst, is werkelijkheid geworden. Jan Vlam is prima aangekomen met op zijn schip 44 kanonnen en 40 matrozen. Als die bij Kleve hier verderop aankomt, ja, dan gaat zijn gezantschap te langzaam in Peters ogen. Dus Peter zegt, ik wil vooruit. Peter is in Amsterdam en hij roept de hulp in van Nicolaas Witsen. Hij voelde Peter aan. Ook weer met een lijk wat hier op tafel ligt. En dan ziet u hem als het ware peuteren. Peter vond dit allemaal fascinerend wat er bij ons gebeurde. De hele Beemster was toen onderdeel van het IJsselmeer. Dat hij dacht, is dat water geweest een paar jaar geleden? Ja. Matuska, gegroet. Ik vertel je dat de allergenadigste God ons vandaag een ongekende overwinning op de vijand heeft gegund. Waar de Neva, de rivier, in de Oostzee stroomt en dat krijgt hij in handen. Daar gaat mijn stad komen, Sint-Petersburg. En daarboven waar nu de Hermitage ligt. Ja, want daar is ons in Nederland ons centraal station bij Amsterdam. En dat is ook te zien als u nu op Paleis het Loo bent. Ja, Paleis het Loo, nogmaals, het paleis van Willem III en Mary. Dat was een baroktuin. Kies je voor de andere mogelijkheid? Laat me dan weten waar, wanneer en zelfs op welke dag je besluit zult uitvoeren. Opdat mijn geest rust krijgt en ik weet waar ik met jou aan toe ben.